En dan geef ik als eerste het woord aan de heer Omtzigt voor zijn bijdrage. Voorzitter, meer dan 1675 kinderen die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal zijn sinds 2015 door de rechter uit huis geplaatst. Dit is het topje van de ijsberg van groot menselijk leed voor ouders en kinderen. De zogenaamde vrijwillige uithuisplaatsingen zijn niet meegenomen. En uithuisplaatsingen voor 2015 ook niet. Het gaat om duizenden kinderen extra. En dit leed komt bovenop schrijnende armoede, dwangmaatregelen, huisuitzettingen, dakloosheid, depressies en meer. De rechtsstaat is voor deze mensen geen schild geweest, maar een gehaktmolen. Verhalen van deze ouders en kinderen gaan door merg en been, liet de enquête die de ouders zelf hielden zien. Een mega-invordering van de Belastingdienst werkt als een sneeuwbouw. Schulden, huisuitzettingen, stress, emoties. En dan de staat die je kinderen afpakt. Soms met meerdere politieagenten. En sommige ouders weten al jarenlang niet waar hun kind is. Of mogen maximaal af en toe een uurtje contact hebben. Maar niet als ze over het toeslagenschandaal twitteren. In november vroeg de Kamer om een onafhankelijk onderzoek. En een voorstellen van een hereniging van ouders met kinderen. Beide zijn er niet. Er is alleen een onderzoek van de inspectie Justitie en Veiligheid. Maar die heeft dit 10 jaar laten gebeuren. Die heeft 10 jaar niet ingegrepen. Dan wil geen tweede donderonderzoek. En na het aftreden van het kabinet, naar veel beloftes en excuses, maar er is nog geen kind terug door de acties van het kabinet. Geen enkel kind. En wel zijn de brandbrieven van ongeveer elke professional, van de ombudsman en zelfs van de hele rechtelijke macht. Ik heb in een nota 30 noodsignalen opgezomd. Er zijn vandaag 2 problemen, voorzitter, die schreeuwen een oplossing. De ouders en de kinderen in het toeslagenschandaal. En 2, het systeem van huishuisplaatsingen op zichzelf. Daar is geen rechtsbescherming. En worden kinderen soms met een telefoontje uit huis geplaatst. Mijn vragen aan de premier. Wat heeft u gedaan sinds het bekend werd in oktober 2021? Wat zegt u tegen de ouders op de publieke tribune en thuis? Wat mogen ze van u verwachten, meer dan 2 jaar nadat u voor het eerst kennis maakte met hen in de broodfabriek? Mogen ze iets verwachten en wanneer kunnen ze contact met hun kinderen hebben en wanneer zijn hun financiële problemen opgelost? Voldoet het stelsel van uithuisplaatsingen nog? En kunt u 1 expert noemen, vraag ik aan alle 4 de bewindspersonen, 1 expert die vindt dat het rechtsstatelijk voldoet? Wanneer krijgen we een reactie op de brandbrief van de rechtelijke macht? En wilt u maandelijks een update sturen over de voortgang van de toeslagenaffaire? Aan de minister voor Rechtsbescherming. Waarom is er nog geen onafhankelijk onderzoek zoals de voltallige Kamer vroeg? Waarom is er geen team met doorzettingsmacht? Waarom moeten de ouders weer een keer procederen om een kind terug te krijgen? Terwijl ze ook al naar UAT moeten, ook al naar de gemeente moeten. Je bent er voltijds mee bezig om je problemen op te lossen die door de staat zijn veroorzaakt. Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid en Jeugd. Waarom is inspectie jeugd in 1 keer afgehaakt bij het onderzoek? Voldoet Nederland aan artikel 8 van het EVRM, het recht op gezinsleven bij deze gezinnen? En voldoet Nederland aan de internationale verdragen over uithuisplaatsing? En regering, ik dien samen met ongeveer 4 collega's zometeen een initiatiefnota in. Met 7 aanbevelingen hoe u het kunt oplossen. Ik zou graag binnen een paar weken antwoord op die 7 aanbevelingen willen hebben. Die aanbevelingen die gaan onder andere over een notitie die de Kamer zelf gevraagd heeft. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. Het is een vraag van mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, dank u wel. Ook een goede vraag van de heer Omtzigt, zoals altijd. En een initiatiefnota met 7 aanbevelingen of oplossingen. Kan de heer Omtzigt dat toelichten? Heer Omtzigt. Ja, voorzitter. We hebben een factsheet gehad van onder andere professor Bruning. En die heeft in 15 pagina's laten zien hoe ons stelsel van uithuisplaatsingen volstrekt niet functioneert. Mijn eerste aanbeveling zou zijn niet een nieuwe adviescommissie, maar al haar adviezen implementeren. De tweede aanbeveling is motie Omtzigt uitvoeren. Stel een onafhankelijk onderzoek in naar hoe het hele schandaal heeft kunnen gebeuren. Want de rechtsstaat is volledig ontspoord. 3. Voeg professionals, waaronder rechters, advocaten, pedagogen en psychologen en orthopedagogen toe, zodat er een team komt dat ook doorzettingsmacht heeft en niet alleen de ouders kan waar ze hun verhaal kwijt kunnen, dat kunnen ze namelijk overal, maar ze ook kan helpen om die kinderen weer herenigd te worden,
Op korte termijn wellicht met een omgangsregeling. Dat zal niet op één dag gaan. Maar niet, laat ze niet naar de rechter gaan. 4. De rechters moeten op hun eigen rol gaan reflecteren. Na wat ik gisteren las, kan het echt niet langer dat zij zeggen dat ze buikpijn hebben. 5. Een meldpunt voor burgers. 75% van de kinderen in de jeugdzorg is zelf lichamelijk of geestelijk mishandeld of is daar getuige van geweest. En dat gaat door volgens professor De Winter. Dat moet opgepakt worden. Daar moet een plek komen waar die signalen niet alleen gemeld kunnen worden, maar ook opgelost worden. 6. Neem de aanbeveling van de RSJ integraal over de ondertoezichtstelling. En 7. Zorg dat je het nou juridisch een keer regelt. Elke professional heeft er nu belang bij om het kind uit huis te plaatsen. Want als er thuis wat gebeurt, dan zijn ze verantwoordelijk. En dan zijn ze ook aansprakelijk gesteld. Gebeurt wat in de instelling, is niemand aansprakelijk. Het is een weg voor een oplossing, voorzitter. Mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel. Dan nog even over dat meldpunt. Dat vind ik op zich ook wel een interessante. Hoe ziet de heer Omtzigt zo'n meldpunt voor zich? Heer Omtzigt. Nou, in principe had dat natuurlijk bij een van de twee inspecties moeten zijn. Die hadden gewoon een meldpunt moeten hebben waar je kunt melden. Er is geweld gebruikt. Er zijn nu meer dan 7000 mensen die zich gemeld hebben naar de rapporten van de commissie De Winter. Die krijgen allemaal 5000 euro. Sommigen voor 10 jaar lang misbruikt te zijn. En misschien moet dat een aparte nummer met een aantal nieuwe mensen worden bij een van die twee toezichthouders. En dat ze dan ook gaan toezicht gaan houden op deze individuele gevallen. En het doorgeven aan de politie als de rechter dat aan de hand is. Dank u wel. Mevrouw Van der Plas. Ja, nog even één laatste vraag. Want de heer Omtzigt noemde ook de rechters in het rijtje. Daar zou ik ook eigenlijk nog wel graag een toelichting op willen, want het was eigenlijk maar even in een korte zin. Hoe ziet de heer Omtzigt dat voor zich? Heer Omtzigt. De rechters hebben gisteren 10 buikpijndossiers naar de Kamer gestuurd. Maar een rechter doet een uitspraak. Als een rechter vindt dat ze niet genoeg bewijsmateriaal hebben of niet genoeg verklaringen, dan moet die rechter gewoon zeggen, ik doe geen uitspraak of doe een tussenuitspraak, ik vorder informatie. De rechters zijn in het rapport van Ongekend Onrecht is verteld dat zij de algemene beginsel van behoorlijk bestuur niet in acht genomen hebben. Ik vind dat ik als Kamer niet over rechters ga, maar nu de rechters dit zelf zeggen, zou ik de rechters zelf oproepen om hier zelf diepgaand onderzoek na te laten doen. En ten tweede vraag ik de regering dit te betrekken bij de Staatscommissie Rechtsstaat. En dus het jaarverslag van gisteren door te sturen naar de Staatscommissie Rechtsstaat. En verder wil ik natuurlijk een antwoord op de brandbrief die al sinds maart bij het kabinet ligt. Een brandbrief van de volledige rechterlijke macht aan het volledige kabinet is nogal wat in de trias politica. Dank u wel. De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. Ja, dank u voorzitter. En dank aan de heer Omtzigt ook voor het aanzwengelen van dit debat. En voor zijn mooie inbreng wat mij betreft. Het zijn allemaal goede suggesties. Hè? We hebben een meldpunt, er moet onderzoek worden gedaan. Maar moeten we niet nu verder gaan als Tweede Kamer? Is het niet al zo ver ontspoord dat we als Tweede Kamer, zo'n vraag aan de heer Omtzigt, open vraag dat we piketpaaltjes moeten slaan? Dat we bijvoorbeeld met moties moeten komen. Ik ben heel benieuwd hoe u daarover denkt, waarin bijvoorbeeld wordt gesteld, het kan nooit meer zo zijn dat kinderen uit huis worden geplaatst tegen de zin van de ouders in, of vanwege bijvoorbeeld financiële redenen. Dat we hier vanavond echt met een aantal, ik zou bijna zeggen, beschermingsmaatregelen komen om ouders tegen die instellingen te beschermen. Heer Omtzigt. Die maatregelen beslaan één hele pagina. En die zitten in die factsheet van professor Bruding. Die stelt inderdaad dat voor. Wat overigens het Forum hier terecht stelt onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nou, of je daar groot voorstander bent van of niet, daar zult het vandaag niet over hebben. Maar is de uitspraak van het Hof in Straatsburg heel duidelijk. Enkel economische redenen kunnen nooit de reden zijn voor de uithuisplaatsing van een kind. Dus daarom vraag ik ook aan de staatssecretaris van Jeugd. Leven wij dat verdrag wel na? En zo niet, dan zal hij een brief naar Straatsburg moeten sturen. Maar ik verwacht dat de regering die aanbeveling gewoon integraal gaat overnemen. En dat wij hem anders toedwingen, hoop ik, met een brede meerderheid hier in de Kamer. Heer Van Houwelingen. Heel mooi, heel fijn om dit te horen. En ik hoop, ik zou u willen aansporen, misschien kan u met u, anders doen wij het wel, met een motie komen. Om de aantal van die punten hier concreet voor te leggen in de tweede termijn. En dat we erover kunnen stemmen. Ik denk dat het een hele goede zaak zou zijn. Ja, en desnoods doen we zelf het wetsvoorstel. Ik ben er helemaal klaar mee. En op de uithuisplaatsingen, voorzitter, denk ik dat het tijd is dat wij een groot project van maken. En bij de volgende iets wat er misgaat, en misschien vandaag al, een aantal mensen onder ede gaan horen wat hier precies gebeurd is. Je kunt niet 1600 kinderen uit huis plaatsen zonder consequenties. Ja, als er kan, denk.
Ja, voorzitter, collega Omtzigt gaf ook aan dat hij een beetje klaar is met die halfslachtige onderzoeken. Hij gaf aan, er moet echt een ander onderzoek komen. Wat is nou het belang van een onafhankelijk onderzoek en hoe zou dat naar zijn inzichten moeten worden ingericht? De heer Omtzigt. Het belang van onafhankelijk onderzoek is te zien hoe de rechtsstaat ontspoort. Ik heb het vermoeden dat er ook met profileringslijsten gewerkt is bij jeugdzorg. Profielen. Nou, ik noem de woorden etnisch profileren wat minder dan nu, maar er zijn bepaalde vinkjes. Had je er vier van, kwam je in de gevarenzone, financiële problemen, alleenstaande ouder, nou, noem het allemaal maar op. Het niet spreken van Nederlands stond daar ook op. Nou, dan weet u precies welke groepen er eerder getroffen worden. En het erge is natuurlijk dat niemand dit gewild heeft, maar onze rechtsstaat niet alleen bij de Belastingdienst ontspoord is, maar ook bij de uithuisplaatsingen. En daar zullen dus veel diepere oorzaken onder liggen, zoals het delen van gegevens, zoals het niet borgen van de rechten van de individuele burger ten opzichte van de staat. En dat wil ik uitgezocht hebben. En dat staat los van de oplossingen waar we vandaag mee kunnen beginnen. Dus het is niet een onderzoek wat nog voorafgaan moet plaatsvinden voordat we deze gezinnen, deze kinderen en deze ouders kunnen helpen. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, ander onderwerp gaat over de rechtsstaat. De heer Omtzigt maakt zich, net zoals ik, daar echt zorgen over. Omdat je ziet dat voor een deel van de ouders, dat staat ook in het rapport Ongekend Onrecht, daar bestond de facto die rechtsstaat niet voor. Nou schrijft de ombudsman gisteren, die zegt, ja, eigenlijk is het afgelopen jaar, heeft het kabinet heeft gewoon een beetje zitten duimen draaien. Ze zijn niet in beweging gekomen, geen voortgang geboekt. Hoe kijkt de heer Omtzigt tegen dat belang van die bescherming van de democratische rechtsstaat, waaronder bijvoorbeeld de toegang tot het recht, goede rechtsbescherming, en een kabinet wat gewoon een jaar heeft verloren laten gaan? De heer Omtzigt. Het rapport van de ombudsman is zeer zorgelijk in de rechtsstaat. En ik hoop ook dat de regering daar een volledig antwoord op gaat geven. En bij het onderwerp uithuisplaatsingen, maar de rechterlijke macht gaf gisteren trouwens 10 voorbeelden. Dat ging ook over rijbewijzen, dat ging ook over mensen die plotseling geen rijbewijs meer hadden en dus ook een hele bestaan in elkaar zien donderen. Hè? Dat de regering daar nu wel wat mee doet, maar ja, als het niet doet, dan zullen wij met initiatiefwetgeving moeten komen en dan zullen we dat hier als Kamer moeten afdwingen. En wat ik zeg, ik denk dat het tijd is voor een groot project op het gebied van het oplossen van het toeslagenschandaal. Want de wachtlijsten zijn meer dan een jaar. De regering heeft 70 miljoen gereserveerd om 50.000 ouders allemaal €1.400 te betalen. Ik denk dat is leuk. Nee, dat krijgen ze vanwege een ingebrekenstelling omdat de regering niet tijdig beslist. Er is geen enkele tijdige beslissing meer. Sommige mensen wachten 3 jaar voordat ze hun dossier mogen zien en de volgende stap in het proces mogen zetten. Zoals we nu doorgaan, zijn we in 2030 of 2035 klaar met de afhandeling. Dan zijn bepaalde ouders met pensioen. Of als ze het nog kunnen opbrengen. De heer Van Haga, groep Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Omtzigt is natuurlijk samen met mevrouw Leijten en de heer Asserkan de absolute expert op dit dossier. Maar het toeslagenschandaal is natuurlijk veel groter dan de uithuisplaatsingen. Dus ik ben benieuwd, wat zou er dan nog meer moeten gebeuren in het toeslagenschandaal? De heer Omtzigt. Nou, het interessante is dat we niet echt alles boven tafel hebben. Om één voorbeeld te noemen, het ouderpanel geeft aan dat 2000 ouders naar het buitenland gevlucht zijn. Wat je moet doen voordat je vlucht naar het buitenland, dan ben je helemaal klemgezet door je eigen overheid. Daar is nog geen duidelijke hulp voor. Het terughelpen aan huizen voor deze mensen. Nou, u weet hoe moeilijk op dit moment de volkshuisvesting is, of de woningmarkt zoals sommigen hem noemen. Dat is niet gemakkelijk, maar het gebeurt ook niet. Dus daarom moet dat in zijn geheel uitgezocht worden. Maar we hebben te maken met een ontspoorde rechtsstaat. Dat is waarom ik ook voorstel dat wij er als Kamer een groot project van maken. Ook omdat de uitgaven, en de apparaatsuitgaven ook, echt in de miljarden lopen en de problemen niet opgelost worden. Heer Van Haga. Ja, dank u wel. Ja, is die ontspoorde rechtsstaat niet gewoon het gevolg van het feit dat we in een soort tendens zitten waarbij de overheid steeds groter en machtiger wordt en steeds dominanter wordt? En dat het dus ook steeds moeilijker wordt voor ons of op andere manieren om die overheid te controleren? En bent u
met mij eens dat die beweging gevaarlijk is en dat we dat op een of andere manier moeten zien te temperen. De heer Omtzigt. Ja, er is geen equality of arms met de overheid. En dat betekent dat je niet weet hoe de besluiten tot stand komen. Je ziet dus dat die overheid machtig wordt door het gebruik van algoritmen die niemand in de gaten heeft. Door het gebruik van zwarte lijsten die volledig tegen de wet zijn, waar 300.000 mensen op staan. Die gewoon niet geïnformeerd worden, wiens leven vernietigd kan worden. Maar ze mogen niet eens weten dat ze ergens van beschuldigd worden. En bij 6,4% konden ze aantonen dat die mensen ook fraudeur waren en bij 96% niet eens. Die overheid die werkt niet omdat we alle loketten afgeschaft hebben. Dus als iemand zich meldt, dan was hier een vorige staatssecretaris die zei, bel de belastingtelefoon maar. Maar de belastingtelefoon die lost het niet op. Die overheid moet weer terug richting de burgers en zal ook echt moeten dienen als een schild voor zwakken, wat ze op dit moment niet doet. Dank u wel, meneer Omtzigt.